Hey kijkers en kijkers, welkom bij alweer een nieuwe Minecraft plugin tutorial. Jullie vonden die van vorige week best wel leuk. En daar was ik best wel verrast mee, eerlijk gezegd. Ik dacht dat niet heel veel mensen daar geïnteresseerd in waren, maar blijkbaar die van vorige week wel. Dus als deze weer zo goed gaat, dan zullen we er toch maar serieus een serie van moeten gaan maken. Want ik vind het leuk om uit te leggen. En als jullie het leuk vinden om naar te kijken en om zelf wat van te leren, dan vind ik dat ook goed. Nou, jullie hebben het waarschijnlijk al in de titel gezien. Maar vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je simpele teleportatie dingen doet. En dat gaan we op een aantal manieren doen. Waarmee we dus ook een beetje in de Java context gaan zitten. Dus we gaan met argumenten werken, zodat jullie dat vast leren. En wanneer je deze video kijkt, ga ik ervan uit dat je alles van de vorige video hebt gezien. En dat je het ook grotendeels begrijpt. Op de argumenten na, die ga ik jullie vandaag uitleggen. Maar dat je in ieder geval alles begrijpt wat we daar hebben gehad. Nou, deze ga ik ook weghalen, want die hebben we in principe allemaal niet meer nodig. We gaan gewoon verder met waar we de vorige keer gebleven zijn. Dus we gaan gewoon aan deze testplugin gaan we commands toevoegen. We gaan geen nieuwe dingen aanmaken. Dus zorg gewoon dat je precies doet wat ik de vorige keer heb gedaan. Mocht je die video nog niet gezien hebben, kijk die dan even. We gaan in ieder geval gewoon lekker beginnen vandaag. Nou, wat we eerst gaan maken is een plugin die de locatie van de speler stuurt als je daarom vraagt. Dus we gaan even een nieuwe command aanmaken. Nou, er zijn twee manieren om dit te doen. We kunnen het zo doen. We kunnen hier achter zetten if cmd.getName.equals ignore case. Bijvoorbeeld locatie. Zo. En dan doen we het zo. Dit werkt. Het werkt perfect. Wat we ook zouden kunnen doen is hier een else if achter zetten. En dan verbindt hij deze if statement aan een andere statement. Dus daar gaan we even een nieuw stukje van maken. Je kunt zeggen if a is b. Bijvoorbeeld if a is b. Nou, die heb ik niet gedefinieerd, dus dat gaat hij niet herkennen. Maar dan zeg je in principe als a b is. Bijvoorbeeld als 1 is 1. Zo. Dan kunnen we het even zo doen. En het moet trouwens is zijn. Zo is mijn fout. If 1 is 1. Dan kun je zeggen doe iets. Maar stel nou dat je doet else if 1 is dus 2. Wacht, dit is helemaal niet logisch wat ik hier doe. We doen gewoon A is B. Dus A is B. Zo. Dan kun je zeggen als de waarde A, bijvoorbeeld een integer, gelijk is aan de waarde van B. Dan voert hij de code hier uit. Dus bijvoorbeeld hier doe iets. Doe iets. Maar we kunnen ook zeggen anders, als dat niet zo is. Dan kunnen we zeggen als A is groter dan B bijvoorbeeld. Zo. Dan kun je hier iets typen. Slash doe iets. En anders dan kun je nog zeggen bijvoorbeeld else if A is. Wacht, we kunnen ook gewoon. Ik doe het gewoon zo. Else. Je hebt ook else. Dus deze drie. Dan pakken we ze meteen alle drie. Doe iets. Dus wat je nu hebt. Als A gelijk is aan B. Dan doet hij hier iets. Dus dan pakt hij deze code die hier invoert. Als A groter is dan B. Dan doet hij hier iets. En als die er allebei niet zo zijn, dan doet hij hier. Dus eigenlijk zeg je als anders. Nee, wacht. Ik zeg het verkeerd. Als dit. Anders als dit. Anders. Dan doet hij dit. Dus dat klinkt misschien een beetje raar. Maar het is heel logisch als je de letterlijke vertalingen van de woorden pakt. Dus dat gaan we vandaag gebruiken. Else betekent in principe gewoon anders. Dat is vrij logisch. Dus we kunnen hier een else if achterzetten. Maar je kunt ook gewoon een nieuwe if aanmaken eronder. Dat maakt in principe niet uit. Want als de command hallo is. Dan kan die nooit ook locatie zijn. Dus in principe maakt het in dit geval niet uit. Je kunt met else if werken en met if. Ik weet niet of je volgens Java gezien. Volgens netjes programmeren. Een van de twee hoort te kiezen. Maar dat maakt niet uit. Voor nu doe ik het gewoon even zo. Zodat we het gescheiden kunnen houden. Nou, locatie gaan we dan doen. We hebben de speler hier al gedefinieerd. Dus het enige wat we nog hoeven te doen is de locatie van de speler te pakken. En dat gaan we op een manier doen. We zeggen gewoon dubbel speler x. X is p. Want we hebben hier de speler p. Dus p.getLocation. Dus pak die locatie van de speler. .getX. Zo, dan hebben we de x te pakken. Nou, dat kun je dan drie keer achter elkaar doen. VVV met i en z ook. En dan p.getY en getZ. Nu hebben we drie dubbels die de speler x, y en z moeten voorstellen. Nu kunnen we ook zeggen dus p.sendMessage. Er zijn hier mensen op een vuvuzela aan het blazen. Super irritant. Het is niet eens WK, jongens. Nou, dus p.sendMessage chatColor.green bijvoorbeeld. Plus, en dan schrijven we hier speler x, dubbele punt. En dan typen we hier in plus
speler X plus streepje speler Y dubbele punt plus speler Y plus zo speler Z dubbele punt plus speler Z. Zo. En nu zie je dus alle strings, dus alle tekst, die zet je tussen deze aanhalingstekens hier. En alle andere waarden, zoals getallen, zoals de chatcolor, die zet je gewoon na de plus. Dus nu pakt hij hier speler X plus en deze waarde. Dus pakt hij speler X is bijvoorbeeld 3 of zo. Dan zet hij speler X plus 3. En dan streepje speler Y en dan pakt hij alle waarden. Nou, dit werkt en dat zal ik laten zien. We gaan hem gewoon exporteren. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten, want we hebben hier een nieuwe command aangemaakt, namelijk locatie. Die command moeten we natuurlijk ook eerst registreren. Dus we zetten hier locatie neer. Zo, die registreren we. En dan moeten we nog is het deze? Ja, volgens mij is het deze. En dan moeten we nog de plugin YML hebben. En die zetten we hier neer. Zo, dus welke hadden we? Locatie was dat. Description, dubbele punt, stuur de speler zijn locatie. Zo, opslaan, Ctrl S of hier linksboven, alles opslaan. Rechtermuisknop hier, exporteren. Alles exporteren, kan gewoon met enter zo. En nu gaan we naar Minecraft toe, join server, zo, localhost. En nu zitten we in de server, slash reload. Het is natuurlijk belangrijk om de server te reloaden. En nu als ik slash pl doe, zie je dat die nog steeds in zit. Als ik slash hallo doe, staat er hallo, welkom op de server. En als het goed is, als ik nu slash locatie doe, zie je hier speler X dubbele punt, nou 471, speler Y 69,0, speler Z 619,69. En dat klopt, als ik hier op F3 druk, zie je hier X 471, 69,619. Dus die klopt precies. Dit is dus wat we hier hebben. Nou, we kunnen natuurlijk ook met deze waardes gaan werken. En hoe we dat gaan doen, dan gaan we iets anders. We gaan deze regel nu eventjes weghalen. Zo, en dan kunnen we het eventjes anders gaan doen. Dan haal ik deze drie ook even weg. Want nu gaan we iets nieuws aanmaken en het heet een locatie. Je kunt namelijk een locatie aanmaken in jouw wereld. Dat kun je zien. Je kunt het zien als bijvoorbeeld een integer of een dubbel of zo. Maar zo heb je dus ook locatie. Locatie, location heet het eigenlijk. Location lock is new location. Ik leg dadelijk uit wat het allemaal doet. Dit heb je in ieder geval. Nou, we moeten natuurlijk locatie importeren. Location, die is van bucket. Dus import location. Let op dat je hem van org.bucket pakt. En niet van Java, X-tools, gekke dingen. Maar org.bucket moet je hebben. Zo. En nu gaat hij hier een error geven. Want we moeten natuurlijk eerst de wereld pakken. Nou, ik zal het even uitleggen. Locatie, dus location lock. Dus we noemen onze locatie lock. Is een nieuwe locatie. Omdat we een nieuwe locatie willen aanmaken. Dus moeten we een nieuwe locatie. En dan vragen jullie, ja maar Lars, waarom doe je dan niet als je een integer maakt, bijvoorbeeld integer i is 1. Trouwens is het niet integer, dus int i is 1. Hier hoeft het niet bij. Is een lang verhaal, ik ga het niet helemaal uitleggen. Het is trouwens niet zo'n heel lang verhaal, maar hier hoeft het gewoon niet bij. En hier moet het wel bij. Dat is ook, stel je wel, een vector maken. Dat is iets anders waar we misschien ooit nog op terugkomen. Dat is ook zoiets als een locatie. Dan moet je ook een nieuw vector maken. Dus maar je snapt als je aan het programmeren bent wel wanneer je nieuw ervoor moet zetten. Wat deze locatie in zich heeft zijn in totaal 4 of 6 tags. De locatie heeft de wereld in zich waarin we zijn. De X, de Y en de Z waarin we zijn. En de pitch en de yaw. En de pitch en de yaw is de yaw is zeg maar dit. Zo hoe ik nu kijk. Dus dat draaien is de yaw. Die staat hier zo. Die is nu 54,4. En de pitch is omhoog en omlaag. En dat is het tweede getal. Dus die kunnen in de locatie zitten. Hoeft niet. En dat zal ik laten zien. Als ik hier nieuwe locatie p.getWorld. Zo. Deze hebben we dan. Dan moeten we de x gaan pakken. Dus p.getLocation.getX. p.getLocation.getY. p.getLocation.getZ. Zo. Nu hebben we dit. Ik zie vaak dat ze het in principe kun je op heel veel manieren opschrijven. Hier wederom, ik weet niet hoe je het netjes opschrijft, maar ik zie heel vaak dat het zo gebeurt. En volgens mij maakt Java dat er zelf ook van. Dat dat gewoon overzichtelijk is. Maar het maakt in principe niet zo heel veel uit hoe je het doet. Nou, je kunt hier dus, zoals ik al zei, de yaw achter zetten. Dus p.getLocation.getYaw, p.getLocation.getPitch. Zo. Deze twee kun je erachter zetten, maar het hoeft niet. En wij gaan ze dus ook gewoon weglaten. Ja, die hebben we niet nodig voor onze locatie. Nu hebben we dus een nieuwe locatie aangemaakt die we kunnen gaan gebruiken in onze wereld. Deze locatie is precies hetzelfde als die van de speler. Maar ik ga het toch eventjes doen. We gaan hier p.getLocation
Nu hebben we de speler.teleport. Dus we gaan hem naar de locatie teleporteren. Lock. Zo. Want deze lock. Dus wat dit doet. Als ik nu locatie typ, dan maakt hij een nieuwe locatie aan. Op de locatie van de speler. Precies op die locatie. En als je dan p.teleport lock doet, dan teleporteert hij de speler naar zijn eigen locatie als het ware. Dus dat zal ik even laten zien. Zo, slash reload. Slash locatie. En dan zie je dat hij mij tp't. En dan denk je dat hij lacht. Waarom maakt hij zo'n gekke knik erin? Nou, als ik de pitch en de yaw niet definieer, dan maakt hij er automatisch 0 en 0 van. Dus in principe staat hier nu dit. Dus comma 0,0. Dit staat er in principe, maar dat maakt hij er dan zelf van. Dus als ik nu locatie doe, dan zie je dat we... dat we naar 0-0 pitch yaw geteleporteerd worden. En naar onze eigen locatie. Nou, dit willen we natuurlijk veranderen. Want hier, ja, een zo'n command heb je natuurlijk niet bijzonder veel. Dus we gaan dit ook aanpassen. Stel je voor, wij willen de speler 2 blokken in de positieve x-richting teleporteren. Dan kunnen we dat doen door die x aan te passen. Door bijvoorbeeld plus 2 achter te zetten. Nou, je hebt natuurlijk, in principe in je Minecraft wereld heb je in totaal 6 richtingen. Naar boven, naar onder, naar links, naar rechts, naar voren, naar achter. En die kun je allemaal aanpassen in wat je wil. Naar voor, zullen we dan even zeggen, dat is bijvoorbeeld plus 2 en naar achter is min 2. Naar links is dan bijvoorbeeld de z plus of min 1 en een plus. En de omhoog is dan de i plus en omlaag is dan de i min. Dus die waarde heb je, maar nu, zoals ik hem nu heb, dus x plus 2, die gaan we even exporteren. Export, zo, enter, 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 zo. En nu als ik nu in mijn wereld, als ik dit restart, dan zul je zien dat mijn x met 2 verandert. Dus gaan we even kijken. Welke is de x? De x is die kant op. Dus we gaan 2 blokken deze kant op bewegen als ik dit doe. Dus ik ga het even laten zien. Slash locatie heb ik trouwens. Locatie. Oep. En hij pakt ook de pitch en de yaw pakt hij mee. En dat is misschien niet zo handig. Maar dat kunnen we natuurlijk ook gewoon aanpassen. Door hier achter te zetten. Comma p.getLocation.getYaw. Comma p.getLocation.getPitch. Zo. Als we dit doen, Ctrl S, exporteren, zo, zo, slash reload, dan gaat hij onze richting helemaal in stand houden. Dus als het goed is, gaan we nu gewoon mooi, slash locatie, 2 blokken die kant op zo. En nu blijft onze richting constant. Dus dit hebben we nu gemaakt. In principe is dit een beetje waar het voor nu bij blijft. Ik ga nog één ding laten zien, want dat is misschien ook wel interessant. Dan gaan we wat meer richting de argumenten. Dat is een teleporteer naar een locatiecommando. Dus wat we gaan maken, we gaan slash locatie en dan 1, 2, 3 en dan gaan we naar de locatie 1,2,3 toe. Dus dat gaan we nu even maken. Dat is niet zo heel moeilijk, maar dan kunnen we wat meer in die argumenten gaan werken. Nou, voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst kijken of die argumenten wel aanwezig zijn. Dus dat zijn een aantal checks die we kunnen uitvoeren. Hier ga ik jullie iets meer laten zien over hoe je controleert of een command klopt. Dus hier, nou, de command is locatie. We moeten natuurlijk kijken of er 3 args aanwezig zijn. Dus nogmaals, de command. We gaan even hier, ik zal even eens neerzeggen. Slash slash locatie 1, 2, 3 doen we dan gewoon. En dan zet ik dan achter cmd is locatie. Komma args 0. Die is 1. Args 0 is 1. Args 1 is 2, args 2 is 3. Nou, dit klinkt misschien een beetje raar zo. Daarom denk ik dat ik die waarde even wat ga aanpassen. Doe gewoon 10, 15, 20 bijvoorbeeld. Dan krijg je hier nu, nou, args 0 is 10. Args 1 is 15. En args 2 is 20. Zo, deze 3 heb je dan. Dus dit gaan we gebruiken hiervoor. Oftewel, we gaan de speler teleporteren naar args 0, args 1, args 2. Nou, we gaan hier nu dus eventjes controleren of alle argumenten wel echt bestaan. Dus dat gaan we doen. En daarvoor gaan we de args.length gebruiken. Dat is een waarde, de args, dit is een stringlijst. Dat zijn een aantal strings. Dus we moeten de lengte van die stringlijst moeten we pakken. Dus een args.length, dat is gewoon een int, ss. En een getal, bijvoorbeeld 2. Nu kunnen we dus kijken, als er in totaal, volgens mij is dit nu 2 strings in zitten. Dus 2 argumenten zijn, dan geeft hij deze output. Dus we moeten 3 hebben, want we hebben 3 argumenten. Dus dat gaan we eventjes controleren of dit zo werkt. Dus dan doen we gewoon p.sendMessage. Er zijn 3 argumenten. Zo,
Dus nu gaan we dit eventjes controleren. Dat kun je zo testen. En nou ja, dit, ik vind er wel dat hij hier kan stoppen. Dus we gaan hem hier returnen. Oh, return vals bijvoorbeeld. Maakt in principe niet zoveel uit. Maar dan voert hij deze code niet meer uit. Want die hebben we op het moment niet nodig. Dus dat gaan we eventjes testen zo. En dan zie je dat als ik nu slash reload doe. En ik doe slash locatie. Dan teleporteert hij mij. Maar als ik slash locatie 1, 2, 3 doe. Dan krijg je, er zijn 3 argumenten. Maar als ik 1, 2, 3, 4 doe. Dan krijg je, dan tp't hij mij weer. En als ik er 2 heb, dan zijn er ook 2. Dus hoe we dit kunnen, dan, kunnen gaan doen. Dan zetten we weer achter. Else. p.sendMessage. ChatColor.red. Plus verkeerd commando gebruik. Gebruik slash locatie. Doe het gewoon zo. E1XIZ. Zo. Dus nu wat hij doet. Hij kijkt of er 3 argumenten zijn. En als die er zijn, dan is het goed. Dan wordt de code die hierin staat fijn uitgevoerd. En als die er niet zijn, dan krijgt de speler een commando met verkeerd commando. Gebruik slash locatie XIZ. Dus dit hebben we nu. Nu moeten we die argumenten naar een locatie om gaan zetten. En dat is een beetje tricky. Dat is een systeem dat je eigenlijk misschien niet heel handig is om in de tweede aflevering al uit te leggen. Maar het is in principe niet heel moeilijk. Hoe we dit gaan doen, we gaan gewoon zeggen double locatie X is arx 0. Zo, want dat is de eerste X. En nu krijg je een error. En dat is omdat ik zeg dat het een dubbel is. Dus een dubbel locatie X is een string. En een string dat is een, kan een lijst met getallen en nummers zijn. Dus dat had ik hier opgeschreven. Dus een string is bijvoorbeeld, dit kan een string zijn. Zo bijvoorbeeld Pietje 1, 2, 3 is een string. En dat willen we niet. We willen namelijk dat het een getal is. Dus hoe we dat gaan doen? We gaan hier typen zo. Is dubbel. En ik leg het dadelijk uit. Punt parse dubbel. En dan zetten we hier deze haakjes om de arx 0 heen. En wat het eigenlijk betekent, hiermee duwt hij de arx 0 in een dubbel. Dus eigenlijk zegt hij tegen die string van, string verander in een dubbel. En dan verandert hij in een dubbel. En er kunnen natuurlijk geen letters in een dubbel staan. Dat gaat gewoon niet. Dus volgens mij haalt hij gewoon alle letters eruit die je erin hebt gezet. Of die heeft een error, maar volgens mij haalt hij gewoon alle letters eruit. Dat kunnen we dadelijk wel even testen. Dan zetten we dit zo. Dan doen we gewoon 3 keer. Ctrl V, Ctrl V. Locatie I. Locatie Z. En dan moeten we alle verschillende argumenten natuurlijk hebben. 1, 0, 1, 2. Zo, nu hebben we de 3 locaties gedefinieerd. Nu moeten we een nieuwe locatie gaan aanmaken. Dus dan slash location lock is new location p.getworld, comma p. Dit is trouwens fout. Het moet comma locatie. Ik ben alles fout aan het doen. Locatie X, comma locatie Y, comma locatie Z. Zo, dit is hoe we moeten hebben. Deze kan helemaal weg, deze command hier, want die hebben we niet meer nodig. En nu zeggen we dus, de nieuwe locatie die is in de wereld van de speler en op de coördinaten locatie X, locatie Y, locatie Z. Dus nu hebben we, als het goed is, precies de hele command af. Nou, de vraag is nu natuurlijk, wil je de pitch en de yard erbij innemen? Dan kun je dat natuurlijk veranderen naar arcs length 5 en er een arcs 3 en arcs 4 de pitch en de yaw zetten. Maar die ga ik er voor nu gewoon eventjes buiten laten. Dus hoe we dat gaan doen. We gaan gewoon zeggen nu p.teleport lock. Zo. En nu heb je hier dus een hele command die als het goed is zou moeten werken. En die de speler naar een locatie zou moeten teleporteren. Dus dat gaan we eventjes testen. Export. Zo. En als het goed is, als ik nu slash reload doe en ik typ slash locatie, dan krijg ik een error. Ja, verkeerd commando. Gebruik locatie XIZ. Dus locatie 1, 2 bijvoorbeeld fout. En 1, 2, 3, 4 is ook fout. Maar nu gaan we dus gewoon naar een normaal coördinaat teleporteren. Dus bijvoorbeeld 100, 500. En waar komen we dan terecht? Op 100, 500. Dus het werkt. Zo te zien werkt hij perfect mooi. En dat is handig om te weten, want nu werkt onze commando. Dus nou, als het goed is, pak je er ook comma getallen bij. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Staan we nu op 500.5. Ja, hij pakt ook comma getallen erbij. Dan ben ik ook eens benieuwd wat er gebeurt als ik er een A in zet. Dan krijg je een error. Dus als de string een getal is, dan krijg je een error. Die kun je er wel uithalen, die error, met een debug weer. Maar dat ga ik nu niet doen, dat is te veel werk en te veel om uit te leggen. Dus we gaan er gewoon nu even van uit dat die argumenten gewoon
een getal is. Dus zolang het een getal is, is het hetzelfde als slash teleport. En hebben we nu eigenlijk onze eigen slash teleport command aangemaakt. Met behulp van bucket coderen. Zo, nu zetten we 500 blokken de lucht in. Super hoog. Maar in ieder geval slash locatie 1000. Nee, bijvoorbeeld 100. 100. 500, daar zaten we net over. Kijk, dat is toch mooi. Dus in ieder geval, dit is hoe het hier werkt. Het is helemaal geen lastig systeem. Dus het werkt ook gewoon hartstikke goed. Zoals jullie zien, het is ook helemaal niet zo heel veel code. We hebben het best wel compact gemaakt. Kijk, je kunt het natuurlijk altijd nog compacter maken. Je zou bijvoorbeeld deze regel, zou je hier ook in kunnen vullen. Hè? Dus dan zeggen we meteen, die dobbel zetten we hier neer. En dan slaan we die hele locatie X gewoon over. En zo doe ik het meestal wel. Maar omdat ik het hier voor jullie natuurlijk wat duidelijk wil uitleggen, is het natuurlijk wel belangrijk dat ik het, dat ik het goed neerzet. Dus dit is hoe dit werkt. Nu hebben jullie ook een beetje de kennis van de argumenten die we in een command kunnen gaan gebruiken. De string label die hoef je van nu nog niet, want dat doe ik zelf eerlijk gezegd ook nooit echt veel mee. Dus je kunt gewoon die argumenten hiervoor gebruiken. En dat werkt dan dus perfect mooi zoals jullie hier nu zien. Nou, volgende aflevering gaan we, als deze aflevering weer veel bekeken wordt, gaan we hier weer gewoon wat anders ga ik jullie laten zien. Hoe een ander ding werkt, gaan we een ander thema behandelen. Want er zijn oneindig veel dingen die je kunt behandelen als we het over spiegeld, bucket, coderen hebben. Dus natuurlijk, ik weet zelf ook bij lange na niet alles, maar ik kan jullie gewoon vertellen wat ik wel weet en ik hoop dat ik jullie daarmee help. Dus mochten er vragen zijn, laat die dan achter in de reacties, dan zal ik kijken of ik kan antwoorden. Of als jij weet wat het antwoord op iemand anders zijn vraag is, nou, stuur dat antwoord dan gewoon even, zodat je die andere mensen verder helpt. Als jullie suggesties hebben voor dingen die ik moet gaan uitleggen, laat het dan ook zeker even achter. Dan zal ik proberen om een simpel onderwerp eruit te kiezen voor volgende keer. En zo kunnen we in principe steeds moeilijkere dingen gaan doen. Er zijn nog wel een aantal hele belangrijke dingen die zeker nog gaan komen als deze serie komt. Zoals bijvoorbeeld het opslaan van waarden in een config bestand. Of het wachten met een command uitvoeren. Zoals ik slash locatie doe, dat het dan pas bijvoorbeeld na 5 seconden gebeurt. Zulke dingen die gaan we zeker behandelen. Want dat zijn hele belangrijke dingen die heel vaak gebruikt worden in het coderen in plugins. Dus mocht je het allemaal een leuke video vinden, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!